Je neemt in Sint-Geertruid een horecagelegenheid over die naast een camping ligt. Je gaat verbouwen en je bent klaar voor het nieuwe seizoen. En dan is er opeens een pandemie. De zaak verplicht sluiten, weginkomsten. Intussen wel weer open met de bekende restricties. Wat doet dit met je? En lukt het om het hoofd boven water te houden? We gingen net open 1 april en net van tevoren was er aangekondigd dat mensen zich niet mochten verplaatsen en advies kregen om thuis te blijven. En wij hadden al gezorgd dat we overal de flesjes hadden staan van de handgel, overal extra schoonmaakmiddelen. We gingen extra rondjes om alles sanitair schoon te maken. De bandjes om te zorgen dat mensen afstand hielden. Maar er kwam niemand. Iedereen werd afgeraden om op vakantie te gaan. Dus wij zagen ons seizoen, de start van ons seizoen, zagen we in duigen vallen. Nou, dat was best moeilijk. Je bent altijd kok geweest. Ja. Het lijkt me toch wel een zwaar beroep. 25 jaar. Ja, zwaar. Lang. Lange uurtjes. En hard werken in de keuken. Ja. Veel stress. Ja. Ja. En dat als je op een gegeven moment wel gaat. Ik zeg, nou, dat ja, vorig jaar viel het kwartje. Zoiets van, gaan we er nog mee door of gaan we verder zoeken? We hebben in de familie gekeken, maar dat is niet gelukt. En we hebben een ander uitbater gevonden, Ad. En die is nu bezig, ja. We zijn een tijdje geleden met de oud-eigenaar in gesprek gekomen omdat die zich meer wilde gaan profileren op de camping. En wij hebben per 1 april het horecagedeelte van hun overgenomen. En hoe is dat gegaan? Ja, hoe is dat gegaan? Dat komt spontaan. Op een gegeven moment bepaalde dingen lopen in het leven zo. Die loop je ergens tegenop en dan kom je in gesprek met de mensen. En als het klikt, dan ga je stappen verder zetten. Dat was Hemelvaart Pinkster, maar van tevoren ook Pasen. En de Amstel Gold Race die heel veel toeristen naar het zuiden van Nederland toe trekt, naar Zuid-Limburg. Allerlei wandelevenementen, bloesemtochten die niet doorgingen. Waardoor je dus helemaal geen mensen op de camping had. Er waren een aantal handjevol mensen met een seizoensplaat, met eigen voorzieningen, met eigen sanitair. En die konden daar eventueel gebruik van maken, maar langer dan 1 of 2 nachten bleven die mensen ook niet. Omdat ze dan dachten van ja, we kunnen we niet douchen. Dat is niet prettig. We doen nu eigenlijk alles. Sanitair gebouw onderhouden, bijhouden, zeker nu met de zeepjes en de handdoekjes en de receptie meestal. Mensen ontvangen en wegwijs maken in Zuid-Limburg. Drift. Ja, zelf een beetje ziek geweest. Heel erg vreemd. Mooi weer en dan de camping dicht of ja half open, maar toch geen mensen. En horeca dicht en dan mag je wel langzaam. En ja, nu loopt het storm natuurlijk. Het is ongelooflijk, ja. Ja, gelukkig maar. Super druk. Ja, eigenlijk wel. Nee, het begin valt mij zeker niet tegen. Sterker nog, het valt mij meer dan 100% mee. Je moet natuurlijk wel flink aan de bak. Dingen vernieuwen, dingen veranderen. Waardoor we ook over zijn gestapt op ander biermerk. Van Bransbier naar Neuburg bier van Gulpener. Maar daarnaast gaan wij in de winterperiode ook dingen doen voor de locals. Hier naartoe te trekken door mosselavonden, stamppotavonden, muziekavonden. Van alles te organiseren om de mensen dus ook in de winterperiode te kunnen ontvangen als gast. We hebben wel nog steeds geprobeerd om ook bij de gemeente zichtbaar te blijven. Dus toch steeds onze zorgen kenbaar maken door mails en door naar de burgemeester en wethouders toe te laten zien dat we het heel lastig hadden. Dat we het ook heel erg vonden dat er niemand mocht komen. Want het was ook nog hartstikke mooi weer. Ja. En niemand mocht komen. En toch, we voelden ons een beetje vergeten. Want langzaam ging van allerlei beloftes weer dat dingen weer open konden. Kappers konden weer open 1 juni. En de horeca mocht 1 juni weer open. En wij zaten nog steeds met de handen in het haar. Het mocht niet. En uiteindelijk is 18 juni of 15 juni mochten we gelukkig weer het sanitair openen. En je zag ook gelijk een explosie van mensen, want iedereen wilde er graag op uit. Het weer was goed en gelukkig draaien we nu 100%, misschien een klein beetje meer. Ja. Wellicht heeft het
nog een vervolg in de komende jaren. Dat mensen toch denken van, we gaan in Nederland, we blijven in Nederland. En we gaan niet meer altijd alleen maar naar Frankrijk en, nee, en Italië, Spanje. Dan laten we hopen dat het een mooi seizoen ja, gaat worden. Ja, want dit is een mooie plek. Dat hopen wij. Ja.